Hallo iedereen, welkom bij Wired, de Stitchly-podcast. Welkom bij de eerste aflevering van mijn eigen podcast. Ik moet zeggen dat ik het wel een beetje spannend vind. Uh, ik heb wel wat stress hiervoor. En ik ben niet de beste public speaker die er is. Ik heb er altijd redelijk wat stress voor. Want ik val... Wel veel over mijn eigen woorden, of ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Dus het is een uitdaging, maar dankjewel alleszins dat jullie er zijn om te luisteren. Ik ben heel benieuwd wat dat deze reeks mee gaat brengen. Ik heb al heel wat leuke gasten voor jullie opgeleest. Want naast solo-episodes over mijn leven, over het ondernemen, over hoe dat ik hier ben geraakt, eh, zullen er ook interviews zijn met andere mensen die mij inspireren. Mensen die een leuk verhaal hebben, en dat ik graag ook aan jullie wil brengen. Want binnen Stitchly gaat het vooral over het bewaren van belangrijke herinneringen. En dan in de interviews met de gasten wil ik dan vooral kijken naar hoe dat zij zijn geraakt, waar ze nu zijn, welke herinneringen. ze hebben de mooiste herinneringen, maar ook hun slechtste. Want het leven is niet altijd rooskleurig. Het gaat ook eens minder goed. En ik vind dat dat ook gedeeld mag worden. En zo wil ik echte verhalen naar jullie brengen. Dat is een beetje het doel van deze podcast. En eigenlijk vooral ook gewoon veel lachen, ontspannen en gelukkig samen zijn. <middels> Want ik wil jullie wel waarschuwen, het is niet dat je hier hele grote nieuwe dingen gaat leren of naar buiten gaat met wauw, met, dit is het licht. Dat kan, dat zou leuk zijn, moest het zo zijn, maar ik ben hier vooral om jullie te entertainen, om jullie even te ontstressen en te ontzorgen van het stressvolle leven en jullie gewoon een beetje te laten lachen. Als je naar de video aan het kijken bent, kan je mijn setup zien, waar ik heel stiekem toch wel een beetje trots op ben. Als je alleen aan het luisteren bent, zal ik het even vertellen. Ik heb een zetel met twee getifte kussens van mij erin. En aan elke kant staat er een bankje met een bloemetje en een lampje. Momenteel zit er in de lampenhouder zit er nog geen lamp, want ik had die lampen besteld. Of die, die, die kandelaars besteld. Maar er zitten er blijkbaar geen lampen bij. Dus ik heb nu nog lampen besteld, maar die worden vandaag geleverd. Maar ik kon niet wachten met deze episode te maken. En als je luistert, zie je niet dat er geen lampen zit. En dan achter de zetel hangt er een groot gardijn. Ik wilde echt zo die cozy vibes naar voren brengen. Ik wilde echt het gevoel hebben dat je met je beste aan het praten bent. Want dat heb je soms ook gewoon een keer nodig. Ik wil je nog iets vertellen. Nog. Voordat ik echt aan de episode begin, wil ik nog iets vertellen van wat er deze week is gebeurd. Dinsdag en woensdag was het de Stitchley Speurtocht. Ik versta niet waarom ik die naam heb gekozen. Dat is verschrikkelijk om te zeggen. Zeg dat ik Stitchley Speurtocht... Dat gaat niet. Je kan het dan niet meer zeggen. Maar het zijn nu zo. Met de speurtocht ging ik door heel, heel Vlaanderen en Nederland met de cadeaubonnen. En die verstopte ik dan op bepaalde plaatsen of in grote steden. En dat was heel leuk. Ik heb twee dagen gewoon in de auto gezeten... Maar het was heel leuk. Ik vond Maastricht vond ik de mooiste stad om door te rijden. Eindhoven vond ik niet zo mooi. Ik vond het ook gewoon heel leuk om, om, om een keer dichter bij jullie te zijn. In turnout als ik een kaartje verstopt. En ik had nog maar juist de foto erop gezet van, hey, het ligt hier. En ik zag al een meisje afkomen met haar fiets. En ik zei, oh, zij, zij is hier. Hoe kan zij hier nu al zijn? En ik wandelde weg en ze lachte zo naar mij. Ik zei, ja, zij is hier voor de speurtocht. En ik ging terug. Ik zei, ja, proficiat. Uh, en dan even gebabbeld met elkaar, een superlief meisje. En toen wandelde ik weg en zag ik nog een meisje afkomen met haar fiets. En wist ik, ja, oh. en ik zei tegen haar, ja, sorry. Je bent helaas al te laat en dus zeggen. Oh, hoe kan dat nu? Dus ja, mensen online waren ook wel boos van: ik heb de story niet online zien staan. Hoe kan dit? Ik zeg ja, sorry, dat meisje was daar gewoon al super snel. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen: erop. van oh, hele leuke actie dat je dit doet. Ik heb ook wel een paar negatieve. Ook iemand die stuurde: ik vind deze actie super oneerlijk. Je gaat niet eerlijk te werk, uh, want wij kunnen de stories niet zien. Bla bla bla. En het is niet dat ik kies wie dat er mijn stories kan zien of niet. Het is niet dat ik zeg: van haha, jij mag mijn story niet zien. Dat is ook gewoon het algoritme, ik kan daar niet aan doen. Dus ik vond het jammer dat er dan een beetje zo'n reacties waren, maar het merendeel was positief. De speurtocht op de eerste dag was geëindigd in Eindhoven. Daar had ik een hotel geboekt. En ik denk echt dat het bespookt was. Of dat er een geest zat of zo. Want normaal, heb, ik slaap redelijk goed. Maar ik heb zo'n enge nachtmerrie gehad. Dat ik in, in jaren, denk ik, niet meer heb gehad. En ik werd wakker, heel bezweet. In een kamer dat ik niet kende. Dus ik had dan ook zo een, het, het lampje naast mijn bed aangestoken. Maar dat was natuurlijk veel te licht om te slapen. Dus ik had dan de. de al de andere kussens die ik had naast elkaar opgestapeld voor het licht, zodat ik toch kon slapen. Na tien minuten viel die hoop kussens op mijn hoofd. Ik was direct weer niet gillend, maar ook. ik was weer helemaal wakker. Ik was zo verschuldigd zeg maar ik zei, dat kan nu toch niet meer. En dan was het veel te warm, had ik de, de chauffage uitgezet. Achter tien minuten begint hij daar kweeveel aan waaien te maken. Maar ik was, ik was echt niet op mijn gemak. Ik heb echt luid op gezegd van... Laat me gerust. Ik weet niet wat er hier is. Maar laat me gerust. Ik wil gewoon slapen. En ik heb dan een uur nog op TikTok gescrolld. En dan ben ik uiteindelijk toch wel in slaap gevallen. Maar ik moet zeggen dat ik al een betere nachten gehad heb. Ja, dat was like een voorbode. En dan heb ik de donderdag nog heel de dag gereden. En ik heb heel de dag gevlogd. Super leuke content gemaakt. Ik kom thuis vandaag. Ik wil alles op de computer zetten. En ik zie dat elke video in 0,5 gefilmd is, dus vertraagd is. En dat er geen audio is opgenomen. Ik kom mezelf echt staan. Ik dacht, hoe kan, hoe kan dat nu? Ik doe nu een keer iets tof in mijn leven. Ik ga een keer buiten en dan werk ik niet. Oh, dat was wel een beetje zuur, maar ja, het zijn nu zo. En dan s'avonds um, kreeg ik een bericht. Ik had al een berichtje gekregen van een meisje. Hij. Hey, um, Ah, ik wist niet dat je naar Tienen ging komen, moest ik het geweten hebben, ging ik, ging ik ook wel gezocht hebben. En ik, oei, ging ik niet naar Tienen komen? En ik had een keer op mijn reel gekeken van, ah ja, inderdaad, oei, ik ging niet naar Tine komen. Oei, welke stad? Ben ik dan vergeten? Wat dan verder geen aandacht aan besteed. En ik kom en niks smuide in mijn eigen stad en ik zie dat ik geen cadeaubonnen meer heb. Ik zeg, oh my god, ja, hoe kan dit? Ik heb dan een beetje creatief moeten zijn en ik heb een koekje opgehangen aan een boom. Of aan, aan een paaltje met een draadje en dan erop gezet van... Als je dit koekje vindt, telt het ook als een bon. <laughs> was een beetje jammer, maar ik ben blij dat ik het toch heb kunnen oplossen. Dat was een, een korte recap van de week. Ik heb dan s'avonds ook gewoon in de zetel geploft. Want ik was echt moe. Ik moest s'avonds nog naar de dansles. Maar uh, ik heb genoeg op de baan geweest voor de komende weken. Maar ik vond het wel heel leuk. Ik ben, ben heel blij altijd met de reacties erop, want... Stiekem ben ik toch altijd een beetje bang dat mensen niet op zoek gaan of zo. Dat ik dan cadeaubonnen verstoppen in een stad en dat die, dat, dat die bon daar dan zes weken bleef liggen of zo. Omdat er daar niemand naartoe had. Dus ik ben heel dankbaar als je mee bent van zoeken, dankjewel. Ik heb, ik heb toch echt wel de beste community. Ik, ik mag echt elke dag mijn polletjes kussen dat jullie er zijn. Um, want mijn ideeën worden altijd maar zotter en zotter en jullie doen gewoon mee, dus uh, dankjewel daarvoor. Wel, dan vliegen we er eens in. In deze eerste episode wil ik eigenlijk vooral vertellen over hoe dat ik hier geraakt ben, hoe dat ik Stitchly ben opgericht, uh, mijn ondernemersverhaal in het kort. We gaan later in verder episodes nog verder op ingaan op zo zaken als uh, mentale gezondheid, vrienden in het ondernemen en zo, al die dingen. Maar vandaag wil ik vooral even mijn verhaal vertellen in het lang. Uh, want ik maak vaak content en ik spreek wel online, maar dat is vaak altijd korte content. Uh, en nu wil ik een keer mijn verhaal in het lang en in het breed vertellen, um, zodat jullie ook weer helemaal up-to-date zijn. Dit is een lange reis, dus zet je hem makkelijk en let's start. Tijdens corona, mijn verhaal is eigenlijk begonnen tijdens corona. Ik zat net zoals. Heel de bevolking thuis. En ik, was, ik zat toen in mijn eerste master, denk ik, of in mijn derde bachelor. Een van de twee keer niet meer. En ik zat altijd thuis en alle lessen waren online. En mijn mentale gezondheid was gewoon volledig aan het verschrompelen. Ik was geen persoon meer. Um, ik wist niet meer wat te doen met mijn leven of zo. Totdat mijn mama zei op een dag: Ja, het is genoeg geweest. Zoek een hobby. En ik zei: Oké, okay, mama. Ik ben dan beginnen opzoeken online. Wat te doen als je je verveelt? En ik kwam uit op borduren. En ik herinnerde dat mijn oma dat ook altijd veel had gedaan. En ik ben zo'n persoon dat als ik iets doe, wil ik het direct goed doen. Dus in plaats van zo een paar kleine spulletjes te kopen en te kijken of dat wel iets voor mij was, heb ik direct heel het hammer gekocht en gewoon direct alles ingeslaan wat ik kon. Zonder te weten of ik dat eigenlijk wel leuk ging vinden. Het is goed uitgedraaid, maar. Dat wist ik toen nog niet zeker. <laughs> ik zocht al wat ideetjes op, online, op Pinterest en zo, dat ik kon doen. Ik ben met de hand beginnen borduren. En zo heb ik uren, uren van mijn dagen gevuld met, met de hand borduren, in de zetel, naar televisie kijken... En ik had ondertussen al heel wat werk, werkjes gemaakt. En ik wilde dat online zetten. Maar toen was borduren echt nog niet zo hip of cool. Dus maakte ik een geheim Instagram account aan. Ik wilde niet dat mensen in mijn dichte omgeving dat zouden zien. Niet dat we elkaar konden zien, want het was corona. Maar dat zij weet hadden van wat ik aan het doen was. Ik had zo opgezocht. Ja, dat is een beetje een stom verhaal. Ik wou dat ik een leuk verhaal had over hoe dat Stitchley geboren is, de naam. Maar ik heb gewoon naar een random name generator geweest. En Stitchley is eruit gekomen. En ik dacht, dit is het. Beetje teleurstellend, ik weet het, maar het, het is nu zo. Ik wilde dus mijn Instagram-account maken, maar Stitchly was al bezet. En dan dacht ik, zo een, een Vietnamees meisje, denk ik, of zo. Die in de voorbije tien jaar niet meer gepost heeft. De laatste keer was in 2013 of zo. Maar ik kan de accountnaam niet gewoon zomaar overnemen. Ik heb wel een berichtje gestuurd naar Instagram van: Hallo, mag ik alsjeblieft deze naam? Maar ze hebben daar natuurlijk nooit op gereageerd. Dus heb ik er my.voor punt voor gezet het is een keuze geweest. Ik heb het al vaak beklaagd. Want veel mensen zeggen zo van: hey, ben je Janne van My Of ben je van My En dan denk ik: niet de Stitchly. Ah, maar ik begreep de, ver Allee, de verwarring volledig. Ik ben overal MyStitchly. Maar... En ook totaal geen connectie met MyJewelry of zo. Veel mensen vragen dat. Dat is totaal niet de bedoeling. Het was prondelijk, want toen was, waren ze ook nog niet zo groot. Maar ik hang nu dus vast aan MyJewelry. Eh, My. Ik hang nu dus vast aan MyStitchly. Ik maakte dus mijn accounts en ik startte posten. En ik moet zeggen dat dit, dat ging in het begin eigenlijk wel heel hard. Ik, dat was niet de bedoeling. Ik wilde gewoon een plek hebben om, een, om zo mijn kunstwerkjes te tonen. Maar dat was niet de bedoeling om daar iets rond op te bouwen of zo. Maar ik kreeg altijd maar meer en meer volgers. En ik dacht: wauw, wat is dit? Zo leuk! Maar het was toen nog altijd geheim voor mijn vrienden. Ik had toen ook in het begin een Etsy-website opgezet. En ik had daar mijn hoepeltjes online gezet, want ik kon dat niet blijven in mijn kamer. Zetten. Zo, 10 euro. En ik dacht woehoe. En plots kreeg ik een melding. kaching Je hebt een bestelling. Ik dacht ja, halleluja. En ik keek oh direct enthousiast dat pakje inpakken. En dat was naar Australië. En ik dacht hoe moet ik in godsnaam iets opsturen naar Australië? Ik had totaal geen idee. Ik had dat ook niet ingecalculeerd in mijn kosten of zo. Ik ging dus naar het postkantoor mijn pakje inpakken. Mooi, verzonnen. En zei ja, dat is dan 30 euro alsjeblieft. Ik excuseer. En toen zei ze, ah ja, nog 30 euro voor douane. Ik zeg excuseer. Dus ja, ik braaf betaald mijn 50 euro aan mijn eerste bestelling had. <laughs> ik heb het dan daarna ook offline gehaald, want ik, ik wist echt niet wat ik hiermee moest doen. Ik had me totaal niet geïnformeerd. Maar ik was al heel blij dat er iemand in Australië mijn hoepeltje had hangen. <laughs> Na een tijdje kreeg ik ook steeds meer de vraag of dat ik op kledij kon borduren. En, uh, in het begin deed ik dat met de hand, maar ik ben heel ongeduldig en dat duurde eeuwen. En ik kreeg niet het resultaat dat ik wilde, want dat was niet super, super mooi. En ik dacht, dat wil ik, ik wil dat niet aanbieden. Dus ik ben beginnen online opzoeken... Um, hoe dat ik dat kon beteren. En toen kwam ik uit op de borduurmachine. Maar dat kost gigantisch veel geld. En dan heb ik op een dag ook gewoon al mijn spaarcentjes bij elkaar geraapt. En heb ik een borduurmachine gekocht. Ik had eerst gevraagd aan mijn mama of ik dat mocht. En zij zei, ik dacht wel dat dat eraan zat te komen. Dus ja, dan heb ik zo'n kleine borduurmachine gekocht. Het was echt een haal om daarmee te leren werken. Mensen vragen dat soms ook aan mij. Hoe doe je dat? En ik zeg, dat is gewoon proberen en fouten te maken. Want... Elke machine is zo anders en elke stuk stof dat je gebruikt, is zo anders. Een beetje per beetje leerde ik daar wel mee werken. En ik zette dan ook mijn eerste webshop op zelf. Ik trok op niks. Maar ik had dat gewoon nodig om open te kunnen gaan. Enkele maanden later ging dan officieel de webshop open. En dan kon ik het ook openbaar maken naar mijn vrienden en familie. Dan had ik zo een Facebook bericht gemaakt. Facebookpagina van kijk, dit is teachly, dit is wat ik doe. Omdat ik toch wel een beetje trots was op wat ik ondertussen al had opgebouwd. En ik weet nog heel goed, de eerste bestelling die binnenkwam, ik schreeuwde echt hele het huis bij elkaar. Dat is tof hoor, bij mij wonen. <laughs> en ik moest direct, 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 fluff fluff die bestelling maken, opsturen. Ik had zoveel stress, terwijl ik dat nu weet van, ja, nou rustig, die mens verwacht niet dat dat morgen al in zijn brievenbus zit. Allee, sommige mensen wel, he. Je hebt altijd van die zo'n mensen, maar... Ik weet nog, die stress die hem daarbij gepaard ging. En ik was zo trots. En ook sorry, persoon, als jij degene was die die eerste t-shirt had besteld. Want als ik daar nu op terugkijk dat trekt eigenlijk echt op niks. Ik was nog zo aan het leren in het begin. Dus als je hier nog altijd bent na al die jaren, dankjewel. Um, sorry voor dat t-shirt. Soms zie ik nog filmpjes terug van zo helemaal in het begin. En dan denk ik, oh, Miana. Hoe heb je dit ooit durven verkopen? Maar ja, het is een groeiproces en het is, je leert onderweg. Maar uh, ik ben wel heel blij dat het nu ondertussen veel beter is of wat het toen was. De pagina draaide eigenlijk wel heel goed en ik kreeg wel af en toe bestelling, maar ook niet superveel. Dat was ook niet echt de bedoeling, want ik was nog altijd aan het studeren. Dat was gewoon een leuke extra natuurlijk, tot ik op een dag TikTok ontdekte ik had er al veel zien over pasteren in het nieuws en ik weet dat kwam van musiclief allemaal jonge kindjes die aan het dansen zijn en ik dacht ik ga mij echt niet verlagen tot dat niveau en ik ga echt niet op tiktok gaan maar ik zag er altijd maar meer en meer over en ik dacht oh Jana kom aan doe dat gewoon ik heb al mijn moed gehad en ik heb een tiktok account gemaakt want daarvoor maakte ik ook totaal nog geen, geen filmpjes of zo niemand buiten de foto had mijn gezicht te zien of mijn stem of zo dus het was wel een volgende stap en dat is eng ik ben dan beginnen filmpjes maken en ik weet nog dat die eerste filmpjes dat er ook echt op niks. Het was precies gefilmd met een patat of zo. Maar <laughs> ik moet ergens beginnen. En ik weet nog de eerste video die ik poste. En ik was altijd aan het refreshen, al mijn views. En ik zag, oh, beetje per beetje. En er werd altijd maar meer. En ik dacht echt, oh my god. En dat was 5000 views of zo, mijn eerste video. En ik, ik, ik kon niet meer. Ik dacht, wauw, ik ben beroemd. Want allee. Zet ik hier 5000 mensen samen die je ziet, dat, dat is echt veel. En ik ook tegen mijn mama: Oh my god, mijn video heeft al 3000 views. Oh my god, al 4000. Ik, ah, die, dat geluk dat ik toen voelde, dat was echt ook de eerste keer dat ik zo gelukkig was sinds corona. Of wel ja, sinds de, de lockdown. Dus dat, maakt, dat gaf mij zoveel geluk. En toen ben ik gewoon blijven video's posten. En toen was ondertussen mijn anonimiteit ver te zoeken. Ik was nu open en bloot Stitchly. Ik weet dat er mensen over gebabbeld hebben en zo. Want zeker in het begin allee, ben je niet succesvol. En iedereen moet ergens beginnen. Maar ik weet dat mensen daarover praten En ik had wel een beetje stress. Dus ik was eigenlijk wel blij dat we toen niet naar buiten mochten. Dat ik geen mensen moest zien in het echt. Die zeiden van, ah, wat doe je nu? Ik ben blij dat ik dat heb overslaan, die fase. Na enkele maanden posten ging er plots een random video viraal nu tot vandaag de dag weet ik eigenlijk nog altijd niet waarom dat speciaal die video was die viraal was gaan. Mijn account is toen echt gigantisch gegroeid en bleef groeien en de bestellingen stroomden naar binnen, maar ondertussen was ik ook nog altijd student ondernemer en zat ik op mijn stage, maar ik deed mijn stage echt niet graag. De, de, mijn stage-mentor zat zelf met een beetje mentale struggles, mentale problemen op dat moment. En kon ik kon niet echt begeleiden. Dus heb ik daar eigenlijk heel veel uren niet zitten doen. En waar ik wel dankbaar voor was, want ik heb dan altijd mijn mails en mijn tekeningen eigenlijk op stage gemaakt. En dan kon ik s'avonds blijven borduren en borduren en bestellingen maken. Dat was eigenlijk wel een hele leuke tijd om Stitchly te laten groeien. En ik nam mijn, mijn tablet dan mee op stage en ik tekende daar en ik maakte mijn mailtjes en zo. Um, zodat ik als ik thuis kwam, dat ik eigenlijk gewoon kon borduren en bestellingen maken. Ik zat toen eigenlijk nog altijd in mijn eigen kamer. Dat stond dan op een bureau naast mijn bed. Maar ik was daar eigenlijk snel uitgegroeid. En ik ben dan verhuisd naar de, bureau, of ja, naar de dressingruimte, waar ik dan even heb gewerkt. En dan heb ik ook besloten om een eerste grote industriële machine te kopen. Het was eerst een tweedehands machine, want die dingen kosten echt Belachelijk veel geld. Dus ben ik eerst met een tweedehands optie gestart om wel te kijken: van, is dit echt wel wat ik wil doen en is die machine wel oké? Okay? En toen stortte ik me eigenlijk volledig op Stitchly. Ik moest nog altijd mijn masterproef schrijven, maar ik kan niet goed schrijven. Ik doe dat echt niet graag, dat is niet mijn ding. Dus natuurlijk ging Stitchly altijd bovenop mijn masterproef. Maar ik ben erdoor geraakt voor, geen probleem. Maar dat was totaal niet mijn prioriteit op dat moment. Ik studeerde af en ik wist eigenlijk totaal niet wat ik wilde doen met mijn leven. Ik had Stitchley, die heel goed draaide. Maar ik heb natuurlijk ook vijf jaar gestudeerd voor iets. En al de mensen in mijn omgeving waren ook zo van... Ja, je had dat toch niet wegsmeten? Je hebt vijf jaar daarvoor gestudeerd. Je kan toch niet zomaar iets anders doen? En in het begin dacht ik van, ja, oké, okay, ja, dat is waar. Dus heb ik dan ook bewust voor een part-time job gekozen. Zodat ik toch nog Stitchley kon doen. En ook... Ja, Een beetje zekerheid had dat ik toch elke maand loon ben had. En ik had gesolliciteerd als orthopedagoog en buitengewoon onderwijs, part-time job. Het was een hele leuke sollicitatie, dat was eigenlijk mijn eerste sollicitatie en ik had die direct ben. Er kwam ook wel een vraag uit van hen van uit: van waarom zoek jij als jong persoon een part-time job? Ik zeg ja, ik heb daarnaast nog een kleine onderneming waar ik ook wel veel tijd in was steken, dus is daarom dat part-time is. Ze zeiden van ja, maar gaat dat niet met tijd dan te groot worden? Ga je dat niet willen stoppen? En ik: man, nee, totaal niet. Eh. Uh, dat komt goed, ik wil het combineren. Ja, een beetje foreshadowing, maar dat is dus wel gebeurd uiteindelijk. Achteraf gezien had ik eigenlijk die job nooit nog aannemen. En had ik direct moeten springen van Stitchley. Maar ik was heel bang op dat moment. Ook de invloeden van buitenaf. En ook een beetje zekerheid. We zijn aan het bouwen, je hebt lening lopen. Dus je wilt gewoon een beetje weten dat er geld binnenkomt. Ondertussen kocht ik mijn tweede, mijn derde, mijn vierde machine. En Stitchley echt schoot in de lucht, niet normaal. Ik werkte dag en nacht, de combinatie werk en Stitchly was eigenlijk veel te veel. Ik kon het eigenlijk niet meer aan, maar ik durf geen grenzen stellen en ik durf me geen mensen teleurstellen. Dus ben ik eigenlijk blijven gaan totdat ik bijna gewoon gecrashed ben. Maar door bepaalde redenen op het werk moest ik daar eigenlijk niet zoveel doen. Ik moest daar wel zijn, maar ik had niet zoveel werk daar. Dus heb ik daar heel veel mailtjes beantwoord en getekend. Shh, ze weten dat niet, sorry. <laughs> als je het nu te horen krijgt... Maar ik kon daar niet veel doen. Dus ik ben blij dat ik daar dan wel toch een beetje aan Stitchly kan werken. Ik ben heel blij met de kans die ik gekregen heb. En dankbaar dat ze mij hem aangenomen boven andere mensen. Want ik was nog altijd een, een 22-jarige snotter uh, zonder enige ervaring als orthopedagoog. Dus ik ben heel blij dat ze mij hebben aangenomen. Maar nu weet ik ook dat dat geen job is voor mij en dat dat niet echt iets voor mij is. Of dat ik zo graag zou willen doen in de toekomst. Ik ben ook heel dankbaar voor mijn collega's, want dat waren echt superleuke mensen. En het was eigenlijk voor hen dat ik bleef. Het ging niet meer om te combineren. En dan heb ik ook besloten om een ontslag in te dienen. Ik was maar aan het gaan, gaan, gaan. En mijn directeurs hadden ook wel al door, dat mijn hart niet in het school lag. Uh, dat mijn gedachten vaak bij, bij iets anders waren. En dan zei op een dag aan ze het slecht: van ja, Jana, zo is stitching niet beter stoppen en voltijds voor het school gaan? Want dat gaat toch nooit niks worden. En ik was zo vindend daardoor, want ik dacht: je weet niet wat ik doe de hele dagen. Je gaat me hier niet kleineren om mijn, mijn jobje. Mijn omgeving wilde dat ik mijn jaar ging uitdoen. Dus we waren een paar weken voor de paasvakantie. Dat ik mijn jaar ging uitdoen en dan gewoon in september niet opnieuw ging starten. Maar ik kon gewoon niet meer. Ik, ik was op, ik was dood. Dus op een dag heb ik allemaal moed bijeengeraapt en heb ik mijn ontslag ingediend. Met alle nodige tranen erbij. Want ik wilde hen ook niet gewoon teleurstellen. Dat waren oprecht echt toffe mensen. Dat was een toffe werkomgeving. Het was gewoon niks van mij. Dat was, ik was totaal niet gepassioneerd in wat ik deed. En ik wist dat ik thuis iets had dat zo mooi was om te laten liggen, dus dat ik moest keuzes maken. Um, en dan heb ik ook met spijt in het hart afscheid van vooral van de mensen dan en dan heb ik me volledig in stitchly gesmeten en ben ik vol tijd ervoor beginnen werken wat ik nooit had gedacht dat dat begonnen was als een kleine hobby en de zetelborduren dat nu mijn hoofdberoep was. Echt gewoon gek om te bedenken. Maar dat was eigenlijk de beste beslissing die ik heb kunnen nemen. Want daarna ging alles in de stroomversnelling. Ik kon eindelijk ook alle dingen doen waar ik zo lang van gedroomd had. Ondertussen was ik in mijn zus haar kamer verhuisd. Dus mijn zus was naar mijn kamer verhuisd. Wij waren naar de zolder verhuisd. En ik had Chloe kamer ingenomen. En mijn zus. Um, waar dat alles geborduurd werd. Dat was hier een beetje het walhalla. En eigenlijk had ik ondertussen heel het huis ingenomen. Uh, mijn mama en papa in de slaapkamer. De hang, De badkamer. Ik legde ze op plank. Op het bad waar ik al mijn bestellingen oplegde. En nee, het was echt niet meer oké. Okay. Zeker keer tijdens zo drukke periodes in de kerstperiode en zo, stond heel ons huis vol met dozen. En het was niet meer leefbaar. Mama vond dat niet leuk, wat ik helemaal begreep. Dus dan ben ik op zoek gegaan naar een plekje voor mezelf. Ben ik op zoek gegaan naar een, een eigen atelier. En um, dat was ook wel een heel spannend. Ik, ik werd on, plots zo in de grote mensenwereld gesmeten zonder dat ik daar eigenlijk iets van wist. Alles van, van leningen en verkoop en uh, ik doe dat ook niet graag. Maar het was wel nodig we waren naar een paar panden gaan kijken. Dat echt op niks trok. En plots sprong het pand dat ik nu heb in mijn oog. Totdat ik eigenlijk in het dorp waar ik woon, ik had er nog nooit op gelet. En ik wandelde binnen en ik dacht, dit is het. Dit moet ik hebben. Het duurde allemaal wel redelijk lang om, om in orde te brengen. Maar eindelijk in juni was het dan eindelijk van mij. Had ik een plekje voor mezelf. En ik ben wel super trots op mezelf dat ik dat kan doen na drie jaar. Want ik had dat totaal niet verwacht. Maar ik ben ook... Heel dankbaar daarvoor, want zonder jullie was dat ook nooit gelukt. Ik heb nu een plek voor mezelf. Ik kan de deur dicht trekken en dan ben ik niet meer op het werk. Want anders leef, wij leefden hier gewoon letterlijk tussen de dozen. En nu kon ik echt wel een onderscheid maken tussen thuis en werk. Ik heb het nog altijd wel moeilijk om zo'n beetje de afstand te nemen van Stitchley, want ik ben eigenlijk meer Stitchley dan dat ik Jana ben. Dus ik vind het heel moeilijk om. om de deur achter me dicht te trekken. Maar ik ben eraan aan het werken. Na onze reis in juli begonnen we dan volop aan de verbouwingen. Het oorspronkelijke idee was dat als ik erin ging gaan, dat we niet te veel gingen veranderen. Maar ja, we begonnen dan... Ja, dat wilde ik weg. Misschien die muur. Misschien daar eruit. En dan waren we toch begonnen en dacht ik, oké, okay, ja, nu moeten we gewoon verder doen. Een geluk bij een ongeluk, het was heel slecht weer in augustus, het had altijd geregend, waardoor mijn papa niet kon werken, want hij was schilder en hij moest de buitenkant van het huis schilderen. Dus ik was heel blij dat het geregend heeft, want dan kon hij helpen met mij. Dus ik ben heel dankbaar dat mijn papa geholpen heeft, want zonder hem ging het ook niet geweest zijn zoals het nu zijn was. Vroeger was het atelier een fitness. In het midden van het atelier stond er een grote glazen kooi, waar alle intakegesprekken werden gedaan. Maar dat was in zo van dat zwart, donker glas. En dan nam eigenlijk al het licht uit de ruimte weg. En ik dacht, dat moet weg. En mijn papa zei: Ja, je kan het dan wel nog zien later. Maar nee, als ik het in mijn hoofd heb, heb ik het niet in gehad. Dus ik dacht, dat moet weg, dat moet eruit. En ik dacht vaak: ja, Oké, dat dan niet gewoon uitkloppen of zo. Maar dan eigenlijk, dat is een beetje de rode draad in het verhaal. Ze hadden het glas gestoken. En daarna hadden ze zo'n spanplafond gedaan. Dus die glazen konden niet uitgehaald worden. Ook stond er daar een hele grote toog. Ook daar hadden ze eerst de toog gezet en dan pas de vloer gehoten. Dus alles zat eigenlijk vast geankerd in elkaar en kon niet zomaar uit elkaar gehaald worden. Maar ik dacht, dat moet weg. Uh, en dan hebben we daar met man en macht geprobeerd om dat er allemaal uit te halen. Dat is allemaal gelukt. Maar natuurlijk was er dan bijvoorbeeld de het stuk waar dat er geen toog stond, zat er geen vloer in. Dus dat hebben we een beetje proberen allee, op te lossen. Het is niet ideaal, maar voor momenteel is het wel genoeg. Later wil ik misschien iets van of zo op de vloer leggen. Om het een warmer gevoel te hebben en ook een beetje egaal te maken allemaal. En nu, ondertussen, zit ik al een half jaar in het atelier en begin ik eigenlijk te beseffen dat het misschien al ietsje te klein aan het worden is. Ik wil dat niet te luid zeggen, maar het is dus gewoon hoe meer plaats je hebt, hoe voller je het zet. Dat is nu eenmaal zo. En ondertussen ben ik ook niet meer alleen, dus dat pakt allemaal veel plaats in. Maar momenteel is het nog oké. Okay. Maar ik begreep niet hoe ik alles in mijn kamertje kreeg. Er stonden hier vier, in deze ruimte waar ik nu zit, stonden hier vier machines en mijn bureau en mijn voorraad. Dat was echt geschift. In augustus werd alles, maar eigenlijk ook een beetje te veel, en besefte ik dat ik het niet meer alleen aan kon. Ik ben drie jaar bezig geweest met ups en downs. Uh, af en toe een, een bestelling stop en zo. Maar ik kon het niet meer alleen. Ik was dag en nacht bezig. Ik was ook gewoon op, alweer. Dat is ook een beetje rode draad. Niet zo positief natuurlijk, maar ik, ik kon gewoon niet meer. Maar Stitchley was mijn babytje. En ik vind het heel moeilijk om iemand toe te laten in mijn, in mijn baby, in wat ik heb opgericht. Maar als ik wilde groeien en als ik er zelf niet aan ten onder door wilde gaan, moest ik iemand toelaten. Samen met twee vriendinnen hebben we dan een sollicitatiegesprek opgezet. Um, en er kwam eigenlijk heel veel respons op wat ik niet had verwacht. Want ik woon ook wel in Hartje West-Vlaanderen, maar we zijn niet zo goed bereikbaar in Iksmuiden. Alles is redelijk ver van de autostrade. Dus het is wel een redelijke onderneming om tot bij mij te komen. En we dat sollicitatieproces opgezet. Um, aan de eerste schrifting al gemaakt. En dan hadden we nog zes mensen die gingen komen tot bij ons. En dat vond ik verschrikkelijk. Het was gemakkelijk makkelijk om nee te zeggen tegen iemand via mail. Van hey, sorry, het zal, ja, het zal niks worden, toch? Bedankt. Maar als je die persoon dan eens echt leert kennen. En dat waren zes super toffe meisjes. Om dan te moeten zeggen: sorry, we hebben voor iemand anders gekozen. Dat vond ik verschrikkelijk. Dat was, vond ik echt niet leuk. Ik weet dat je daar je, je gevoelens van moet loszetten. Maar dat vind ik nog heel moeilijk. Ik ben nog. Te menselijk of zo, daarvoor. Dat vond ik een heel moeilijk proces. Ik weet dat ik daar ook wel in ga leren en zo, en dat ik daarin ga groeien. Maar dat vond ik, dat vond ik niet leuk. Dat is ook iets dat er is bijgekomen: het, het, het leider zijn of het teamleider zijn. Vroeger was ik alleen en moest ik alleen voor mezelf denken. En dan als ik geen pauze nam, jammer, ik had achter mijn machines. Ik moest achter niemand kijken. Maar nu, ja, nu moet ik rekening houden met, dat, met andere mensen en moet ik ook open zijn in communicatie. Moet ik alles heel duidelijk zeggen. Moet ik niet alleen maar voor, voor mezelf denk, maar ook voor anderen. En dat is wel de, ook een hele grote verandering voor mij. Het is wel leuk, het is boeiend om te leren, maar uh, daarin kan ik nog altijd groeien. Dat, dat, dat blijft een groeiproces, dat weet ik. Ik vind dat, wel, ik vind dat eigenlijk wel leuk. Ondertussen was Hanne er dan bijgekomen in augustus als een reddende engel uit de hemel. En zij doet nu alles van mailtjes en alles van klantenservice, waar ik haar super dankbaar voor ben. want... Ik kon dat gewoon niet meer. Dus ik ben heel blij dat ik dan nu iets handen heb kunnen geven. Ik ben zelf, altijd hoofd... Allee, al... ik ben zelf ook hoofdleiding geweest in de chiro. Maar dat is toch nog helemaal anders dan mensen moeten, moeten leiden. Want je wilt vriendin zijn. Maar ik ben ook leidinggevende. En het is soms moeilijk, zo, die, die grens daartussen. Maar ik wil altijd hele open communicatie. Ik vind dat heel belangrijk. Dat als er iets is, dat ze kunnen zeggen tegen mij. En ook omgekeerd. Want dat is, al... dat is alleen maar de manier waarop dat we het vers gaan geraken. Als we gewoon open en transparant zijn. Ondertussen werd Han ook al een half jaar bij mij. En ondertussen zijn we ook met vier. We zijn met nog twee freelancers die komen tekenen bij mij en dan Hanne. En ondertussen ja, ben ik ook wel bezig voor de podcast en zo, Met andere freelancers. En qua marketing en zo zullen er ook nog dingen veranderen. Dus ik ben wel heel, ben heel blij met het team dat ik aan het oprichten ben rond me. Want het is niet meer ik. Het was leuk toen het ik was, maar het is nog beter met andere mensen erbij. Het was een eng stap om te zetten, maar ik ben super blij dat ik ze gezet heb. Want daar zonder ging ik eigenlijk ook nooit kunnen groeien. Want... Er was gewoon niet genoeg tijd op een dag om meer te doen. Dus ik ben heel blij dat zij er zijn bijgekomen om wat taakjes weg te nemen. zodat ik me kan focussen op wat ik echt graag doe. En dat is ook wat dat zij graag doen. En zo komen we samen tot een mooi geheel. Ondertussen lag ook alle kerststructen achter de rug. Het was de drukste kerst die ik ooit had gehad. Ik ben heel dankbaar voor alle bestellingen. Maar ik ben ook heel blij dat het pasteerde was. Want mensen willen, alleen denken dat, dat hun bestelling de belangrijkste is. En ze moeten dat per se hebben en zijn zo, oeh. Sommige mensen denken ook dat ik bol.com ben. Dat ben ik niet. Wil ik ook niet zijn. Maar mensen vergeten soms dat handwerk dat, dat veel tijd vraagt. Personaliseren kost veel tijd. En mensen vergeten dat. Ik ben geen Amazon. Ik kan niet next day delivery doen. En ik wil dat ook niet doen. Ik wil bijdragen tot een, tot een mooiere wereld. Dus ik wil ook niet het slechter maken ofzo. Ik doe ook altijd mijn best om zo duurzaam mogelijk te zijn. Maar ik breng dingen in de wereld. Dus heb ik sowieso al een ecologische voetafdruk die ietsje groter is. Maar daarnaast doe ik wel mijn best om het zo goed mogelijk te doen. Na de kerstperiode heb ik nu ook even rust genomen. Anders ging ik gewoon aan 200, uur tegen de muur kwakken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als ik er niet mee ben, bestaat jullie niet meer. Dat is ook iets dat ik voor mezelf heb voorgenomen in 2024. Is om meer voor mezelf te zorgen. Ik ben ingestapt in het traject voor uh, in de Selfcare Club Valora. Dat is voor ondernemers die nood hebben aan zelfzorg. Hey, me myself en me ai. Ik zet mezelf eigenlijk altijd op de achtergrond. En ik laat mijn klanten en mijn bedrijf altijd voorgaan. Terwijl dat, als ik er niet ben, is de teachleader niet meer. Dus ik heb wel beseft dat ik wel heel belangrijk ben in dit proces. Dus dat ik ook meer in mezelf moet investeren en dat ik meer aan mezelf moet denken. In 2024 ga ik dat echt wel doen. Is dat een van mijn voornemens om Mezelf meer te prioritiseren. En dan, als ik daarvoor geld moet uitgeven aan iemand anders die een taak doet, dan doe ik dat. Maar ik wil, ik wil mezelf kunnen blijven. Ik wil Jana kunnen blijven. Want onder stress, nu ook in de kerstperiode, was ik niet meer Jana. Ik was gewoon een op mijn hulsel dat wandelde. Maar er zat precies geen ziel niet meer in mij ofzo. Dus ik ben heel blij dat ik het heb teruggevonden ondertussen. Maar dat wil ik niet meer meemaken. Dat is niet leuk voor niemand om me heen. Ik ben ook prikkelbaar. Ik ben ongeduldig. Ik word rapper boos. En dat is niet wie ik ben en ik wil zo niet zijn. Ik ben me daar echt wel bewust van en dat wil ik ook oplossen. Ik wil nu in 2024 meer aan mezelf denken. Verder rond het mentale gezondheid en ondernemerschap ga ik in een volgende aflevering. Maar dat was al een keer in het kort, hoe dat het met me gaat. Het was met ups en downs, maar ik ben zo trots eigenlijk op, het, op wat ik al bereikt heb ondertussen. omdat dat Stitchly gegroeid is. En ik ben zo dankbaar voor de community die ik heb opgebouwd. Ondertussen zijn we al zo met zoveel duizenden mensen... Ik had dat nooit gedacht. Ik vind dat, stiekem vind ik het wel leuk als ik zo soms herkend word of zo op straat. Hé, hey, ben, ben jij de die van de truin? Of ah, ben jij die van Stitchly Dan denk ik, ah ja! Maar <laughs> ik vergeet dat soms, want het is ook zot hoe snel je gewend wordt aan de cijfers op sociale media. Als, als er een TikTok van mij geen 10.000 views heeft dan is dat een slechte TikTok, dan heeft hij niet gepresteerd. Terwijl dat, dat bijvoorbeeld 9500 mensen zijn, stel je een keer voor, ruimte met 9500 mensen, dat is gigantisch veel. Maar toch, je komt daar zo snel gewend aan, Hij je wil altijd maar meer en meer en meer. En er gaat dan één video viraal, en dan denk je, ja, halleluja, en de volgende doet dat weer minder, en dan denk je, ah, oh, wat heb ik verkeerd gedaan? Ik wil ook mijn zelfwaarde een beetje loskoppelen daarvan, want heel veel is ook gewoon afhankelijk van algoritmes en van... Een bepaalde dag, een bepaald uur. Dus ik wil me daar niet te veel aan, aan meten telkens, maar het is zo gemakkelijk. Ah, dan ben ik zo trots als de video het supergoed heeft gedaan. En dan denk ik, waarom doet die andere video het niet zo goed? Maar ik moet me daarvan kunnen loskoppelen. Maar los daarvan, al die mensen die mij gezien hebben, ik, dat, is, dat is gewoon crazy. Ik was op en jullie, op dus een festival in de zomer. Uh, en ik was aan het dansen, hey, het waren de killers zeker en ik was amazing. En ik zag zo een jongen uit mijn ooghoek en die was de hutte aan het kijken naar mij. En je, je merkte als iemand je herkent. En ik was zo, ik lachte zo hihi. -hi. Uh, niet hihi, -hi, maar zo mm, een kleine glimlach. Ik weet wel, zo'n Vlaamse knikkende glimlach. Zo. En plots kwam hij naar mij: Ja, ben je Jana was Stitchley? Ik zei Ja, ja, dat ben ik. Ik zei, Ja, mag ik een foto maar jou? En dat was de eerste keer dat ik op de foto mocht en ik dacht echt: Oh my god, ik ben een bv. <laughs> Want vroeger, toen ik klein was, wilde ik eigenlijk altijd beroemd worden. En ik ben nu wel een beetje beroemd, op een andere manier. Ik had nooit gedacht dat op deze manier ging zijn. Maar ik vind dat stiekem toch wel een beetje leuk. Ik begrijp, als je veel groter bent, dat dat niet leuk is. Als je constant belaagd wordt door een meute kinderen die op je afkomt en schreeuwt en foto's wil dat filmpjes zegt. Ik begrijp helemaal dat dat niet leuk is. Maar ik ben heel blij met het bubbeltje die ik nu heb, met de mensen die ik nu heb. Want... Met de manier dat ik filmpjes maak en hoe, wie dat ik ben, trek ik ook wel de juiste mensen aan, denk ik. De, de gelijkgestemde mensen. Ik ben altijd heel, je gaat dan nog wel horen doorheen deze podcast, heel eerlijk. Soms een beetje te eerlijk, te open. Maar ik heb het gevoel dat als ik, als ik dat doe, de andere mensen dat ook naar mij doen. Dat mensen zich dan ook rapper bloot gaan geven of zo. En dat je dan zo dieper gesprekken kan hebben. Want ik haat small talk echt met een passie. En ik wil dat dus niet. Dus ik. ik Val snel in zo diepere gesprekken of in zo existentiële vragen of zo. Dat klinkt nu heel zwaar. Maar ik vind het belangrijk om de persoon echt te leren kennen. En niet gewoon van. En hoe is het nou op het werk? Zo, Nee, oh, verschrikkelijk. Dat vind ik echt niet leuk. Maar je gaat me. Doorheen deze podcast wel nog een beetje beter leren kennen hoe dat... Uh... Ik kijk er naar uit om jullie mee te nemen doorheen mijn verhaal en doorheen Wired. Ik ben heel benieuwd waar dat in me gaat brengen. Maar er staan heel veel leuke gasten gepland. Mensen die ik, had, die ik nooit had gedacht dat ik geen kunnen interviewen. Daar heb ik wel nog een beetje stress voor. Ik kan heel goed praten tegen mezelf. Maar bij interviewen moet je vragen stellen aan andere mensen en niet gewoon zelf praten. Dus ik ga mezelf moeten tegenhouden om constant zelf mijn verhaal te willen doen. Dat is de zwakte. Ik weet dat als ik aan het babbelen ben... Ik wil ik ook altijd mijn verhaal zeggen. Dus daar Allee, ik weet dat dat moet ik leren. Maar uh, deze week, ja, wanneer je het hoort, zijn ze allemaal opgenomen. Maar deze week heb ik nog twee opnames. En ben heel benieuwd. En ook, dat is een beetje het ambetante. Ik had een paar mensen gevraagd. En toen zagen ze dat ik in niks mee zat. En dan zijn ze: Oeh ja, ik ga wel geen tweeën rijden om een podcast op te nemen. En dacht ik. Marlee, ik wil je. Ah, het is een start en een zwakte hier in de Westhoek zitten. De start heb ik nog niet echt gevonden. Het is hier mooi, maar daar bleef het ook bij. <laughs> maar ik ben heel blij met alle mensen die langskomen. Morgen heb ik mijn eerste interview met mijn coach Laurence. Dus um, ik ben heel benieuwd. Ondertussen gaan de feestdagen al lang gepasseerd zijn wanneer jullie dit horen. Maar ik wil jullie gewoon een fantastisch 2024 wensen. Dat al jullie dromen mogen uitkomen. Dat we gewoon de beste versie van onszelf kunnen zijn. En dat we deze wereld toch. Stapje per stapje een beetje mooier kunnen maken. Dankjewel om te luisteren naar deze podcast. Als je op YouTube zit, vergeet je niet te abonneren en deze video te liken. Als je op een podcastplatform zit, mag je me zeker altijd 5 sterren raten. Dat is blijkbaar een ding. Uh, of een leuke, leuke comment nalaten. Dat zou me, zou me heel veel deugd doen. Want dit is echt een passieproject. En ik kijk er gewoon naar uit om jullie reacties te zien. Dankjewel om te luisteren en tot volgende week. Ik voor de mensen die luisteren naar de podcast, ik swaai, doei. <laughs>